Wat Schagen denkt wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Roos in Mannenmode op het Marktplein in Schagen. Bo en Bo, huid, lijf en welzijn in Waarland. En het Waarlands Dorpshuis. Boeiende gasten aan tafel, live muziek van lokaal talent en een snufje cabaret. Welkom bij Wat Schagen denkt, deze keer vanuit het Dorpshuis in Waarland. Volgend weekend wordt hier in het Dorpshuis een grote beurs gehouden waarbij ondernemend Waarland zich presenteert. Sylvia Bruin is een van de organisatoren van die beurs. Ze gaat er straks over vertellen. De gemeente Schagen heeft een groot aantal regels geschrapt. Een van die regels was een verbod om reclameborden te plaatsen op de openbare weg. Het resultaat, bijna elke lantaarnpaal is tegenwoordig wel een reclamebord. En dat moet anders, vindt de seniorenpartij in Schagen. Perry Vriend van de seniorenpartij aanwezig. En hij gaat erover in debat met wethouder Sigge van der Veek. Zorgtuinderij Het Groene Erf is een kleinschalige zorgaanbieder hier uit Waarland. Kees Schelkens is de drijvende kracht achter Het Groene Erf. En hij en zijn cliënten Daan Veldhuizen en Nick Zandstra komen hierover vertellen. Sam Tesselaar en Marijn Bakker, ook uit het Waarland, gaan binnenkort naar Malawi om vrijwilligerswerk te doen. En zij komen hierover vertellen, over deze bijzondere reis. Eind oktober wordt een grote benefietavond gehouden voor het hospice in Schagen. Organisator Marcel Wessel en Annemiek Eveleens van het hospice vertellen over die benefietavond en over de toekomst van het hospice in Schagen. Er is ook live muziek van Petit Four en cabaret van Hannes Knijn. En we hebben ook nog een kleine verrassing op het eind. Spannend. Laten we maar snel beginnen. Welkom bij Wat Schagen denkt. Wij zijn vandaag de gast in het Waarlands Dorpshuis. En weet jij wat Waarland betekent, Ed? Ik heb het gelezen, ja. Laagland. Het betekent laagland. En de geschiedenis van het dorp hangt namelijk nauw samen met de strijd tegen het water. Waarland bestond lange tijd uit verschillende eilandjes en meren die later droog werden gelegd. Die meren heten de Slootgaard, de Bleekmeer, de Schaapskuilmeer, de Speketer, de Koetenburg. En al die namen die komen we ook vandaag de dag nog tegen in de straatnamen van Waarland. Een dorpje dus met een rijke geschiedenis. Maar wat vinden de inwoners van Waarland eigenlijk om hier te wonen? Er wordt een hoop gedaan in het dorp, georganiseerd. Gezellig dorpje, gemoedelijk dorpje. Dat alle mensen elkaar kennen. De gemeenschap gewoon met elkaar. Kleinschalig denk ik, wordt veel georganiseerd. Nou, het is gewoon lekker rustig, veel kindjes en gezelligheid. Het is gewoon heerlijk wonen, lekker rustig. We missen alleen de supermarkt. Als er wat gebeuren moet, dan zijn de mensen er voor elkaar. En ik woon hier 43 jaar en ik woon hier nog steeds prettig. Ik vind het wel een leuk dorp. Gemoedelijk en de sfeer is wel goed. Ik denk dat qua dorp in de hele regio Waarland het gemoedelijkst is. Elke dag is even koffie drinken bij de makelaar, dat hoort er ook bij. Dat is ondertussen traditie geworden, dus dat doen we ook, houden we gewoon lekker vol, zeg maar. Hier drinken we elke morgen koffie, wij kennen het, welke makelaar heeft dat? Bevalt prima, ik zou niet op een andere plek willen zitten. Elke dag koffie drinken bij de makelaar, dat lijkt mij wel leuk. Ik geloof niet dat er ergens in Nederland een dorp is waar dit ook kan. Bij ons aan tafel Sylvia Bruin. Zij is organisator van de ondernemersbeurs die volgend weekend hier in het dorpshuis gehouden wordt. Zaterdag 8 en zondag 9 oktober. Sylvia, staat de makelaar er ook met koffie? Nee, dat niet. Wie staan er allemaal op de beurs? Er staan heel veel soorten bedrijven. Van bedrijven die gericht zijn op wellness en sport. Maar er zijn ook bedrijven die echt gericht zijn op de professional. Of op de. Want het zijn bedrijven die alleen maar uit Waarland komen of mogen ze ook uit de regio komen? Er zijn bedrijven die komen uit Waarland en uit de omstreken van Waarland. Want het is ooit geïnitieerd. Dit is de tweede keer dat het georganiseerd wordt? Nee, de vijfde editie. De vijfde editie, jeetje. Het is destijds geïnitieerd om te laten zien dat wat je van ver haalt is niet altijd lekker. Dat het fijn is dat er hier in deze regio ook heel veel aanbod is. Ja, in 1997 werd het bedacht. Dat was ook de eerste keer vanuit de ondernemersvereniging in Waarland. We dachten van, er is zoveel in het eigen dorp te halen, maar niet iedereen weet wat er eigenlijk al allemaal is. En toen hebben we de beurs bedacht.
En het werkt? Het werkt zeker. Want de vorige keer dat ik erop stond, hoorde je echt heel vaak van... Nou, ik wist niet dat je zo dichtbij zat. Ik haal mijn spullen altijd in Amsterdam of verderop. Oh, wat goed zeg. En dat horen we bij heel veel ondernemers. Van, hey, zit die zo dichtbij? Ik haal het altijd daar en daar. En hoeveel bedrijven doen er mee? 37. Dat is echt heel veel. Ja. Dus Waland is een ondernemend dorp. Dat kun je wel zeggen. Ja. Hé, hey, want wat ik ook leuk vind aan jullie stichting, is de stichting of vereniging? Of vereniging. Vereniging. Is dat het om de 5 jaar wordt georganiseerd en elke keer is het een andere voorzitter, hè, die de kar moet trekken. Ja, bijna wel. Dus jij bent deze keer de gelukkige. Ja. En dat lijkt mij een hele zware taak. Het was moeilijker dan ik dacht. Ja? Ja. Wat vond je het moeilijkst? Nou, ik had nog wel een beetje problemen met delegeren. Dus je deed lekker alles zelf? Nou, ik vind wel sommige dingen erg leuk om zelf te doen. En de aanmeldingen, ging dat vanzelf? Of moest je daar ook nog heel erg in bezig? Daar moesten we met z'n allen wel hard aan trekken, ja. In het begin. En moeten de ondernemers dan een bijdrage betalen? Of hoe werkt dat? Ze betalen de vierkante meterprijs. En het is een gratis beurs? Ja, iedereen is welkom. En dan is het open van 's ochtends... Zaterdag begint het om 2 uur en is het tot 6 uur. En zondag is het van 11 tot 5. Maar we hebben ook nog, want dat vertelde jij mij net, dat is pas sinds vandaag bekend, ja. Dat er mini-ondernemers komen. Ja, we hebben iets nieuws. Dat is de mini-market. En dat zijn allemaal kinderen? Ja, dat zijn kinderen uit Waland en die laten zien wat zij allemaal kunnen verkopen. Dus eigenlijk de mini-ondernemer in spe. En is dat dan allemaal rommel van de zolder? Of zijn dat dingen die ze zelf gemaakt hebben of diensten die ze zelf aanbieden? Het is van beide. Van beide. En noem eens een paar voorbeelden. Wat kunnen we verwachten? Ja, dat ga ik niet verklappen. Kom je maar kijken. Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Hey, en hoeveel bezoekers verwachten jullie? Vorige keer waren het er 2000. En dit hopen we te overtreffen. Ja, nou, ik hoop het ook. Ik wens jullie heel veel succes. En ik roep een ieder op die nu kijkt. Kom vooral volgend weekend naar de bedrijvenbeurs. Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Ja. We gaan naar de Schagerpolitiek. Want daar is een discussie gestart over de grote hoeveelheid reclameborden... die de afgelopen periode langs de wegen te zien zijn. Die reclameborden zijn menig inwoner van Schagen door en in het oog. Een enquête op de website van Schagen FM blijkt dat meer dan de helft van de inwoners die borden liever wegzien. Ja, dat vindt u wel mooi, meneer Vriend. Of mag ik Perry zeggen? Zeg maar Perry, hoor. Perry Vriend, ja. Seniorenpartij. Ja. Jullie zijn die discussie in de politiek gestart, hè? Ja, nou, het is eigenlijk al begonnen in 2013. Toen kregen wij de eerste berichten binnen via de mail van leden, maar ook van mensen uit de gemeente. Dat ze vooral de ouderen, maar ook moeders met kinderwagens, die problemen hadden met de borden die midden op het trottoir stonden. Want je moet rekenen dat het trottoir heeft een bepaalde breedte. De lantaarnpaal die staat zeg maar niet helemaal op de rand van het trottoir. Dan staat er nog eens een keer een groot driehoekig bord staat er aan de paal bevestigd. En we hebben afgesproken dat ik zou het even voor de camera houden. En dit is een heel mooi voorbeeld. Dit bord staat precies, zeg maar... op het trottoir dat je nog een centimeter of 60, 70 over hebt om daar te passeren. Nou, iemand met een rolstoel of met een booster of met een rollator, dat gaat niet lukken. Ja. De eerste geluiden kwamen uit Callantsoog vandaan. Daar stonden de borden stonden langs een smal trottoir. En we hebben dat doorgestuurd naar de wethouder. En de wethouder zou dat gaan handhaven. Nou, de foto die ik net wil laten zien... Die is van de week. Ja. Dus dat handhaven, dat werkt eigenlijk niet. Ja. Want wethouder Zeggen van de Week, in het verleden, toen de gemeente Schagen nog alleen Schagen was, toen was het verboden. Hè? Toen mochten er geen reclameborden langs de openbare weg worden geplaatst. Nou, dat was zo in de gemeente Schagen. Maar in de gemeente Zijp en Harenkarspel deden ze dat wel op een andere manier. Maar daar zat een administratieve, ingewikkelde procedure aan vast. Dan moest je, er waren in Harenkarspel en in Zijpen waren de palen genummerd door de hele gemeente heen met een blauwe sticker. En ja, als je dan een driehoeksbord als ondernemer of als inwoner wilde plaatsen, dan moest je dat netjes aanvragen. Kreeg je dan een vergunning voor, moest je geld betalen. En dan kon je dat gedurende een bepaalde afgesproken tijd, kon je die borden dan inderdaad plaatsen op die bepaalde paal zoals je dat van tevoren had aangegeven. Nou, u zei het in uw inleiding al. De regelgeving die hebben we proberen te vereenvoudigen. Dat is ook wel een politieke zeg maar, wens in algemene zin. En daaruit is dus voortgevloeid dat we dat inderdaad
beleidsarm aanpakken en dat we dat nu vrijgelaten hebben. En het is inderdaad zo dat in de gemeente Schagen had je van die zuilen, van die pilaren her en der. Ja. En daar mocht je dan wel posters op plakken. Daar heeft meneer Vriend ook een poster van mee. De plakzuil die op de plakzuil. In Schagen staat. Ja, dus in Schagen was het soortement van, wel ingeregeld op die wijze van die zuilen. Ja. Maar in Harekaspel in Zijpen zat er echt een administratief... ingewikkeld systeempje aan vast. Ja. En dat kostte meer van het stijgen als van het dekken. De ondernemers of degene die het aanvragen, die moesten er een boel voor doen. Maar ook op het gemeentehuis zelf gaf het veel werkdruk. Want uiteraard moest je dat dan ook nadien weer handhaven. Dus zo was het. Nou, begin 2013 hebben we een aantal regels losgelaten, waarvan deze. En vervolgens is het inderdaad zo uitontwikkeld, zoals we het nu ook wel zien. Ja. Maar meneer Van der Veek, ik als eerzaam burger, ik zie ze ook. En het valt mij ook op, het lijken er wel steeds meer te worden. Wat vindt u daar nou zelf van? Nou, het worden er inderdaad... Als eerzaam burger. Ja, nee, dat klopt. Het worden er inderdaad steeds meer. Wat je ook nog wel ziet, ik heb niet lang geleden voor de grote vakantie... heb ik nog een vuurwerkbord weggehaald. Dat mensen ze niet netjes opruimen, hè, als ze eigenlijk hun functie gedaan hebben. Dus dat is eigenlijk zonde. Want je zou willen dat de mensen die borden plaatsen en gebruiken... ook wel een beetje zeg maar in de smiezen hebben dat ze daar gedoseerd... of op een nette wijze mee om zouden moeten gaan. Maar u ziet nu ook gebeuren dat dan kunnen de individuele ondernemers daar wel gedoseerd mee omgaan. Maar als 200 ondernemers borden gaan plaatsen, dan staat toch elke lantaarnpaal vol. Nou ja. Ja, zo wordt het ervaren. Ik heb nog wel voorafgaand aan uw programma, heb ik toch eens even bij de afdeling handhaving ben ik nog geweest. Nou, hoe zit dat nu? En hoeveel klachten krijgen we? En wat was het antwoord? Ja, dat valt reuze mee. Dat valt reuze mee. Dus het is wel lastig, want u heeft een enquête gehouden. En daar blijkt dan uit dat, bij wijze van spreken, de helft, of als je dat dan vertaalt naar je eigen indruk, iedereen vindt dat het eigenlijk een ratje toe wordt aan bebording. Maar wij er op het gemeentehuis van horen, dat loopt nog wel los. Ja, maar dan even van een andere kant af belicht. Als ik een dakkapel wil plaatsen op mijn huis, dan moet ik een vergunning aanvragen. Dan gaat dat langs de welstandscommissie. Dan wordt er heel erg gekeken of dat wel past in het straatbeeld. Of het wel mooi is, of het geen verloedering is. En dan mag iedereen een reclamebord neerzetten waar ze willen. Nou, als iets verloederend is, denk ik, is het misschien wel die reclamebord. Nou, ik dacht even, vergelijk met het huis, dat is ook al niet zo ingewikkeld meer. Dus dat verlangen om de regels terug te brengen, dat sijpelt door in alle beleidslijnen die we uitzetten. En dat lukt ook hartstikke goed. En dit zijn wel de consequenties ervan, die lang niet, of door heel veel mensen, als vervelend ervaren worden. En of het nu gaat om deze borden, of zo, zelfs de verkeersborden, die plaatsen we ook als overheid, maar te pas en te onpas. Nou, vaak denken de mensen, hoe moet dat nou? Dit, de foto die ik het eerst heb laten zien, dus dat is deze. Dat is zonder meer te handhaven hoor. Artikel 2.10 van de APV die geeft aan dat een trottoir moet 1,50 meter breed zijn. En dat is het hier niet. Dus dat bord kun je als gemeente gewoon weghalen. Dat klopt als een bus en dat doen we ook. Daar waar we er toe in staat zijn, waar het veiligheid of ongemak veroorzaakt, dan onze handhaver die treedt daar tegenop. En dan, krijgen ondernemers die zo'n bord neer hebben gezet dan ook een boete? Ja, die krijgen eerst een waarschuwing. En vervolgens, als daar niet op geacteerd wordt, dan haalt de gemeente ze zelf weg. En dan krijgt de rekening gepresenteerd. Nou, want wij hebben hier aan tafel Sylvia Bruin, hè, ook ondernemer, maar ook reclamevrouw. Jij plaatst die borden. Ik plaats ze niet zelf. Nee, maar jij hebt daar wel een mening over, denk ik. Ja, nou, dit zijn borden die op de trottoir staan. Nou, dat vind ik zelf ook niet echt kunnen. Nee. Vooral niet als mensen er last van hebben. Maar langs de weg zou ik zeggen, ja, als niemand er last van heeft, waarom niet? Ja, maar je hebt zelf nooit deze borden zeg maar in opdracht laten plaatsen? Niet deze. Nee. Perry Vriend, wat gaan jullie in de politiek nou de komende tijd nog doen om dit toch enigszins weer onder controle te krijgen? Nou, het is zo dat je hebt het net al opgenoemd, dat de APV zijn heel veel zaken zijn eruit geschrapt. En daar onder andere zijn de reclameborden vrijgegeven. Alleen het punt van het trottoir, wat ik net noemde, daarop kan de gemeente handhaven. We hebben ook afgesproken in de raad dat we de APV na zoveel tijd zouden evalueren. Dat gaan we dus doen. En ik heb ook contact gehad met andere partijen. Die hebben het zelf ook al aangegeven, ook tijdens de raad. Maar ja, goed, ik loop de spuigaten uit. Want het geeft zo'n enorme verrommeling, vind ik zelf. Voor dit programma ben ik een paar uurtjes met de auto op pad geweest door het dorp. Maar ook door Schagen zelf. Maar ik denk, als ik morgen een vrachtwagen pak,
dat ik 200 borden op mijn vrachtwagen heb. Het is heel verschrikkelijk. Het staat echt helemaal vol. Bent u als college bereid om er iets aan te gaan doen, Wethouder Zinger van de Nou, wij hebben gezegd in de vorige vergadering is afgesproken dat we met in ieder geval met een evaluatie, nou nog niet met evaluatie, maar met een uiteenzetting van hoe het nu gaat komt en eventuele stappen die we ondernemen. Het betoog is wel van ons als college van we willen dit graag toch nog even zo houden en proberen te kijken of we het op een andere manier onder controle kunnen krijgen. Het is ook zo dat als je het helemaal verandert en je gaat op een andere wijze het mogelijk maken dat je wel die borden kan plaatsen, dan heb je FTE's nodig in onze ambtelijke organisatie. En dan heb je weer een soort van vergunningsverlening nodig. En dat geeft weer werkdruk. Als een vergunning zoveel kost dat u die ambtenaar die het moet handhaven kunt betalen, dan kan het uit, denk ik. Maar wellicht brengt de discussie al teweeg dat mensen er toch wat zorgvuldiger mee omgaan. Dat zou mooi zijn. Hè. We hebben natuurlijk onlangs wel een aantal bedrijven gezien die echt de gemeente helemaal volgeplaatst hebben met borden. Was wel voor de korte onder andere voor glasvezel. Hè, onder andere voor glasvezel. Zit dat ook niet in uw takenpakket, glasvezel? Fiber. Realiseren? Ja, dat klopt als een bus. En, goed, maar en heeft u ze erop aangesproken? Van jongens, daar zijn ze op aangesproken. Te gortig. Ja, daar zijn we op het stukje van de kluft van Petten naar Dr. de Boer. Dat was bij elkaar 500 meter. Kwam je 6 borden tegen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk te gek. Daar zat er echt aan iedere paal één. Maar dus het kan ook overdreven worden. Maar wij zijn er zuinig. Maar goed, uiteindelijk is het al zo dat de gemeenteraad die gaat daarover. En als die echt vindt, het is een leuk en aardig college wat je zegt. Maar we willen het toch anders dan. Dan moeten we dat heroverwegen. Maar dat is onze instelling. Er zal ongetwijfeld binnenkort in de gemeenteraad over worden gediscussieerd, verwacht ik. Succes met die discussie en bedankt dat jullie er waren. Oké, graag gedaan. Dank jullie wel. We hebben muziek. Wij hebben muziek. En niet zomaar. Nee, we hebben Petit Four, Reni, Hans en Kok. En zij maken Franstalige akoestische muziek. En we hebben een heerlijke zomer achter de rug en een fantastische nazomer. En daar hoort deze muziek bij. Reni, welkom. Ja. De lead zangeres. Ja, dank je. Hoe zijn jullie ontstaan, Petit Four? Eigenlijk op een vakantie in Zuid-Frankrijk, een jaar geleden. Ontstond het idee om Franse chansons te gaan spelen. Dus toen heb ik Hans gebeld van lijkt het je leuk. Die belde Kok en zo waren we ineens met 3 mensen. We hebben 3 liedjes gerepeteerd en we hadden een klik, een naam en een optreden. En dat ging heel snel. En wat voor soort optredens geven jullie? Nou ja, we hebben afgelopen zondag in de muziektuin gestaan in Schagen. De dag ervoor in Haarlem in een restaurant. We staan in restaurants, op straat, festivals. Gewoon hele kleine leuke openluchtdingen. Maar ook gewoon bij een gemeenteborrel in Haarlem of Amsterdam. Leuk. Dus van alles wat. Nou, het plezier spat er ook van af. Ik heb wel wat dingetjes bekeken van jullie. Wat gaan jullie vanavond voor ons... We spelen Poupée de Cire, Poupée de Son van Frans Gall. En we doen een ander nummer van Julien Clerc. Hans weet de titel, ik ben het even kwijt. Een kok. Dat schiet toch. Sennelier. Ja, Sennelier. Nee. Ben ik ben het zwaar. Moest even nadenken. Ja, 2 nummers. Daar gaan we van genieten. Dank je wel. Dank je. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est grave dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel j'aime un peu de voir. Je dis partout à la fois, plaisir et mille éclats de voix. Autour de me chante en rire, j'ai loupé de siphon. Celle qui danse dans ses chansons, poupée de si, poupée de son. Elle se laisse séduire qu'une poupée de sinon. L'amour ne passe que dans des chansons, poupée de cire, poupée de son. Que j'aime un peu de voir.
Je suis partout à la fois, brisée et mille éclats de voix. Seul parfois je soupire, je me dis à quoi bon. Chante les cires, sans mourir, et sans son, sans les connaître des garçons. Je ne suis une poupée de cire qu'une poupée de son. Sans craindre la sorte des garçons, poupée de cire, poupée de son. Mais je suis frère, j'en mange sans son, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la leur chère sans son, poupée de cire, poupée de son. Dankjewel, Petit Four. Bij ons aan tafel drie hele leuke mannen. Daan Veldhuizen, Nick Zandstra en Kees Gillekens. Ja. Welkom. Jullie zijn van zorgtuinderij Het Groene Erf. Ja. En ik ga het even voorlezen, want het is een mond vol. Dat is een kleinschalige zorgaanbieder. En jullie bieden zorg en begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een speciale zorgvraag. Ja. Dat klopt, ja. Kees, jij bent de initiator, jij hebt het opgezet. Mm-hmm. Waarom en wanneer en waarom in Waaland? Ik zit eigenlijk al heel lang in de zorg, 40 jaar. En altijd gepassioneerd door deze mensen, met deze mensen te werken. 15 jaar geleden toen ben ik uit een grote instelling weggegaan. Ik wilde wat kleinschaligs doen, betrokken zijn met de mensen. En ik zie hiervoor in een kleine boerderijtje op mee opgezet voor cliënten. En uiteindelijk, 10 jaar geleden, hebben ze de stap zelf gemaakt. En via een collega, die wist toen hierin op de Westkade mensen te wonen die eigenlijk wel van een plekje wilden verhuizen. En toen zijn we daar gestart. 10 jaar geleden eerst met een stukje dagbesteding. En na een jaar vertrokken die mensen en toen hebben we het huis verbouwd. En eigenlijk zat hij binnen de kostenkeer te vol met jonge mensen met een zorgvraag. Want Nick, jij woont er, hè? Ja. Ja. En jij ook, hè, Daan? Ja. Ja. Vind je het leuk? Ja hoor. Ja? Ja. Wonen jullie op dezelfde groep? Ik ga wel samen, maar het is goed. Ja. En ga je ook werken elke dag? Ja. Ja? En ja. Jij, Daan? Ik ook, elke dag. En wat doe je voor werk? Op maandag houtwerkpas en dan smiddag buiten, dinsdag bij Karin koeien melken. Oh, dat is leuk. Ja, heel leuk. Ja. En woensdag gaan we altijd een beetje rommelen en smiddag gaan we buiten werken. Smiddags potten bakken. Potten bakken? Ook nog, doe ik ook nog. Hé, wat goed man, wat leuk. Ja. En verkoop je dat dan ook? Want jullie hebben ook een winkel, toch? Ja, verkopen ja. We. Elke dag zijn we open van 9 tot 4. Van zaterdag van 10 tot 4, 5 of zo. Dus, En help je ook wel eens in de winkel? Nou, af en toe buiten. Ik ben elke dag buiten of zo. Een buitenwijk aan de kooi. Dus. Hé, dat klinkt heel goed, joh. Ja. Ja. Hey, en dan organiseren jullie ook nog, Kees, fairs, hè? Ja. Zeg ik dat goed? Ja, in het voorjaar in mei. We hebben een hele grote kast staan, waar we door de winter en het voorjaar plantjes optelen met de mensen. En eigenlijk gaan die op het open dag, op de verjaardag, gaan die er allemaal uit. Een heel groot gedeelte. Veel naar Waaland en omstreken. En dat loopt heel goed. Op zo'n open dag hebben we muziek en we hebben van alles te doen. Ja. Want hoeveel mensen wonen er bij jullie? We hebben nu 14 mensen die er wonen en een 7-tal mensen die van buiten komen. Dus elke dag hebben we tussen de 15 en 20 mensen werken. En daarnaast hebben we ook een 20 mensen begeleiders door de week. Het is 7 dagen, 24 uur per dag gaat het door. En woon jij daar zelf ook nog bij? Jeetje. Ja, ja. Toevallig was een aantal jaren geleden ging een buurman bij ons weg, meneer Stoop. En daar hadden wij een beetje massa mee. We hadden toen net een jonge groep, ook Nick, die eigenlijk al een paar jaar bij ons stage liep. En die wilde wel komen wonen. Toen hebben we dat huis. Dat kan ik me voorstellen, Nick. Het klinkt allemaal heel leuk. Ja. Ja. Toen hebben we dat huis bijgekocht. Dat koop je zo even bij. Ja, tuurlijk. Huis van de buurman staan bij één keer te kopen. Ja, ja. Just, ja. En toen konden we het al uitbreiden. Hè. Toen hadden we ineens 14 mensen.
Want hoe, ja. Jullie krijgen, neem ik aan, subsidie of de ja. mensen betalen Ja, ze hebben PGB of zorg in natura. En ouders leggen een stukje bij, plus ze hebben een waarjonguitkering. Voor een stukje huur van een kamer en daarvan moeten wij doen. En met de verdiensten van de tuinderij in de winkel, neem ik aan? Of is, ja. is dat ja. minimaal? Nou, dat is minimaal. Dat is, ja, er gaat wel iets. Het is vooral werk ja. met hun. Ja. Ja. Ja, voor de rest hebben we heel veel aanloop van buiten om te komen kijken en dingetjes te kopen. En ja, vooral van naar de buitenwereld is heel belangrijk. Ja, want ik heb begrepen dat er ook cliënten van het Groene Erf bijvoorbeeld aan het werk zijn in Bolletjescafé. Ja. Waar ja. jullie bedienen? Nick? Wat doen jullie daar, Nick? Nou, ik heb een nieuwe stage gevraagd. Ik heb een afwassen. Ik heb koffie thee gezet. Koffie thee zetten, afwassen. Ja. Klanten helpen. Ja. En vind je dat leuk? Ja, leuk. Ja. Ja. Hoe kom je daar terecht om in een Bolletjescafé De Klok, iedereen kent het wel, in Warmehuizen, ja, om daar dan met jouw cliënt aan de gang te gaan? Nou, vaak gaat het ook hun eigen gang, dat ze het horen en dat ze zeggen van nou, ik wil daar wel een dagje werken. Mond-to-mond reclame. En, dus ja, wij zijn niet als zorgondernemer daar bezig, maar Nick wilde zelf. Ja, maar dan moet De Klok het ook willen. Ja. En ik ga er niet vanuit dat De Klok jullie heeft gebeld omdat ze personeel nodig hadden. Nou, ja, zo gaat het dan wel. Zo gaat het wel. Wordt het onderhandeld, zeg maar. Hè? Ja. Wat kan dat? We hebben nog een paar mensen, een paar plekjes vrij. Heb je nog een paar mensen die dat zouden willen? Ja. Ja, wat hebben jullie behoefte aan stageplekken? Want dan gebruik ik het podium. Ja, bij ons kunnen altijd mensen terecht. Wij mogen van de gemeente nog een aantal woningen bouwen. Dus we hebben 10 plaatsen kunnen gaan realiseren voor de mensen die bij ons willen wonen. Dus er is nog wat mogelijk bij ons. Ja, ja. Ik denk dat wat Lonneke bedoelde is, kunnen bedrijven zich ook melden die zeggen van nou, wij hebben wel klus waar we denken misschien wel jullie mensen voor nodig hebben of kunnen gebruiken. Wat ik denk dat het heel erg belangrijk is in deze tijd, is ook voor ons dat zo'n, zeg maar, zo'n instelling niet gesloten is. Het is heel erg open bij ons, maar dat we ook zoeken naar bedrijven die met ons wat willen samen doen. In principe willen wij niet op het terrein blijven. Als wij bedrijven hun tuinen kunnen gaan onderhouden of werkzaamheden kunnen doen, zou dat heel mooi zijn. En dan gaan we koffietijd met hun bij de koffie zitten, met de baas praten en over AZ. Ja. En dan is dat prachtig. Hey, Nick die denkt AZ. Ja. Hey, dat klinkt heel erg goed. Ik hoop dat naar aanleiding van deze uitzending bedrijven zijn die zich melden. Daan, dank je wel. Leuk dat je hier was. En misschien dat we elkaar straks nog eventjes spreken. Nick, dank je wel. En Kees, dankjewel dat je hier wilde komen. Ja, ik heb nog wel één kort vraagje als het mag aan Kees. Want je zei het net over die uitbreiding. Dat plan dat is al ingediend, heb ik begrepen? Dat de vraagstelling bij de gemeente is ingediend. Ja. Een eerste stap is gemaakt. En nu moet er een hele procedure gemaakt worden om het uiteindelijk te realiseren. Ja, nou, we zijn Jelle Beemsterboer die was heel enthousiast over jullie. Dus het moet goed komen, denk ik. Ik hoop het van wel, ja. Heel veel succes met alle plannen. En jullie succes ook bij het Groene Erf. Dank je wel. Dank jullie wel. Dank je. Ja, we gaan weer naar de muziek. Petit four. Ja, dank je. S'il vous plaît. Nummer van Michel Fugain, Une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini de jour de chance. Ils
ça fait le ciel à portée de main. Alors pour un de providence, alors pourquoi penser au lendemain? Ils sont que cachés dans un grand champ de blé. C'est laissé porter par le courant. Se sont racontés leur vie commencée. Ils n'étaient encore que des enfants qui que t'aient trouvé au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'est décidé de jour de chance qui cueillirent le ciel à leur cœur de main. Comment que de la providence, refoussant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés. Sur l'autoroute des vacances, c'est né fini de jour de chance qui cueillirent le ciel à portée de main. Ils dépendent de la providence qui répond à tout fait au lendemain. Ouh. Il le traînait lui. Elle descendait dans le midi. C'est une romance d'aujourd'hui. Ja, heerlijk. Heerlijk. Petit four. Dank jullie wel. Sam Tesselaar en Marijn Bakker, welkom aan tafel. Sam en Marijn. Ja, ja. Heb ik het juist? Ja, ben ik goed ingefluisterd net. Jullie komen allebei uit Waarland. Ja. En jullie gaan binnenkort een hele lange reis maken naar Malawi. Ja. Ja. Wat gaan jullie daar doen? We gaan daar vrijwilligerswerk doen. En hoe kom je dan op Malawi om vrijwilligerswerk te gaan doen? Nou, onze school die werkt samen met een organisatie, World Mapping. En die organiseert dit jaar een reis naar Malawi. En wij gaan daar naartoe mee. Ja, maar dat, ik kan me niet voorstellen dat je een blaadje krijgt van... Nou, ze gaan naar Malawi. Oh, vind ik leuk, ga ik heen. Dan, dat moet je, neem ik aan, eerst even thuis overleggen bij vader en moeder. Ja. Ja? Ja, maar dat is eerst nog een open dag en dan ging je daar naartoe en dan moest je nog een brief schrijven en een presentatie houden. Ja. Waarom lijkt jullie dat leuk, Sam? Nou, ik heb wel eens wat eerder gedaan, gewoon mensen helpen en zo. En toen ik het las, dacht ik, ja, dat lijkt me wel gaaf om te doen. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk niet alleen. En toen zaten we op de fiets naar school en toen zei Marijn, ja, heb je ook die mail gehad? En toen zei ze, ja, en het lijkt me echt heel gaaf. Toen dacht ik, hey. Dat is ook leuk om dat met z'n tweeën zeg maar, te gaan doen. Ja, je had je maatje gevonden voor ja. De hebben jullie enig idee wat jullie in Malawi te wachten staat? Wat jullie daar gaan aantreffen? Ja, ook ja. We wisten een hele tijd niet. Maar we hebben een paar weken geleden hebben we ons programma gekregen.
En we gaan vooral veel naar gezinnen toe. En we gaan ook naar gezinnen met gehandicapte kinderen. Dus dan gaan we daar kijken. En ook mensen helpen in het huishouden. En zeg maar, daar krijgen we nog meer te horen over wat we precies gaan doen. Maar het is vooral wel echt veel met mensen doen, zeg maar. Ja, en, maar als je hier in Nederland, als jullie 's avonds de afwas moeten doen, moet je het waarschijnlijk in de machine zetten. Als je 's ochtends je lekker of een frisse stapje onder een douche. Ja. Heb jij enig idee, Marijn, hoe jullie dat in Malawi gaan doen? Wat jullie daar aantreffen op dat gebied? Nou, er is geen douche, dus we kunnen daar niet douchen. En waarschijnlijk is er ook geen normaal toilet en geen badkamer. Dus ja, we slapen daar ook in tentjes. Dus daar gebeurt denk ik van alles, daar zo in die tentjes, klaarmaken en zo. Gaan jullie met een grote groep? Ja, 20 of 22 leerlingen volgens mij. Ja, en die komen allemaal uit, want jullie zitten in Alkmaar op school, hè, dacht ik. Ja. En dat zijn allemaal leerlingen van het Jan Arends College. Ja. Ja. Wanneer gaan jullie erheen? 14 oktober. 14 oktober, dus dat is al snel, over 14 dagen. Ja. Hoe lang moet je vliegen? 9 uur of zo, volgens mij. Ja, we moeten 9 uur vliegen en we hebben zeg maar overstappen. Dus de reis duurt in totaal 16 uur om erheen te gaan. Dus, Ah, dat reden jullie. Dat ja hoor. Hey, en zijn er nog speciale dingen die je moet voorbereiden voor deze enorme reis? Ja, we hebben zeg maar voorbereidingsdagen. En dan krijgen we voorlichting, we hebben buddies allemaal. Dat we zeg maar elkaar in de gaten moeten houden. En van als je denkt dat het niet goed gaat, meteen aangeven. En we moeten ook liedjes leren. Want het wordt verwacht dat wij daar liedjes gaan zingen. In de kerk en zo. Dus leuk. Dat soort dingen moeten we voorbereiden. Hey, en qua kleding, misschien moest je nog wel prikken halen? Ja, of? Ja, we hebben, nou, Marijn had de prik al, ik nog niet. Ja. Dus ik kreeg mijn prikken. En we moeten zeg maar, naar de gezinnen moeten we in lange rokken. Maar uit respect voor de vrouwen. Mm-hmm. En als we zeg maar, op ons kamp zijn, of hoe je het ook noemt, daar mogen we gewoon in korte broeken en zo lopen. Want hoe warm is het daar? Nou, 30 graden in de schaduw, maar ze zeiden dat we op kan lopen tot 44 graden ongeveer. Dus, ja, dus dat wordt iets heel anders en waarschijnlijk ook ander eten. Ja. En niet zomaar even een colaatje uit een koelkast trekken. Nee. En hoe lang blijven jullie daar? 2 weken. 2 weken. Nou, dat is te overzien, toch? Zijn jullie al eens eerder zo lang van huis geweest? Nee. Niet zonder ouders. Maar nu wel zin in. Ja hoor. Nee, want wat overheerst dan, vraag ik me af, de spanning, een beetje eng? Of de wat voor gevoel overheerst dan bij jullie nu? Ik denk nu, ik heb nu eigenlijk al heimwee. en je bent nog gewoon in Waarland, hè? Ja. Nee, ik heb het eigenlijk nooit last van, maar nu dat ik besef, denk ik, ik ben zo ver weg en we mogen geen mobiele telefoon mee, we hebben totaal geen contact. Dus dan nu besef ik wel van, straks heb ik 2 weken helemaal niks met mijn ouders, zeg maar. En niet even een berichtje sturen. Want we zijn een week naar Barcelona geweest. Maar dan stuur je elkaar elke week een appje, of elke dag een appje. Ja. Even een paar foto's, maar dat kan straks niet. En dat is wel moeilijk. Maar je neemt er wel een camera mee? Want ik neem aan dat als jullie terugkomen, dat jullie wel van alles gaan delen en zo. Ja, er gaat een professionele cameraman mee. Ja. Oh, tuurlijk. Dus we krijgen een dvd met... Ja, dus dat voor de ouders is het, als jullie terugkomen, kunnen ze alles zien. Ja. Hey, nog even over, we zitten hier in Waarland, jullie wonen nu in Waarland. Wat is er volgens jullie leuk om te wonen in Waarland? Nou, er wordt heel veel georganiseerd, vind ik in ieder geval. Ja. En ook voor jongere mensen, en dan kan je daar aan meedoen. En het is altijd heel gezellig, ook gewoon met mensen die je kent en zo. Ja. Wil je ooit weg uit Waarland? Weet ik niet. Ik heb echt geen flauw idee. En jij, Sam? Ja, ik wel. Jij wel? Oh, jij zegt toch zo van alsjeblieft, als het morgen kan, dan... Nee, dat niet hoor. Okay. Maar ik wil heel graag emigreren eigenlijk, als ik straks ouder ben. Dus, naar Malawi? Nee, dat niet. Nee, oké. Okay. Maar wel weg uit Waarland, ja. Ja. Hey, ongelooflijk veel succes straks. Hou ons op de hoogte hoe het daar is geweest. Als jullie terug zijn, willen we graag jullie verhaal nog een keer horen. En vooral genieten, hè. Geen heimwee hebben daar. Nee. Ja? Komt goed. Dank jullie wel. Vanavond bij ons de gast Annemieke Eveleens, werkzaam bij het Hospice Schagen, en Marcel Wessel, mede-initiator van het Benefiet voor de Hospice, die gehouden wordt op 29 oktober aanstaande in Cadans in Schagen.
Het hospice, ik ga het even voorlezen. Dikke van Dalen zegt, ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch personeel aanwezig is. En hospice Schagen zegt, een bijna thuishuis. Annemieke. Correct. Ja. Is dat een beetje een dubbele betekenis, of niet? Wat bijna thuis? Ja, een bijna thuishuis. Ja. In wat voor zin? Hoe, Een bijna thuishuis. Wat is dan thuis? Nou, thuis is denk ik wat wij laten zien en wat wij onze gasten en niet alleen onze gasten, want wij zeggen altijd, wij nemen niet alleen gasten op, maar wij nemen eigenlijk de hele familie op. En het thuisgevoel geven, en dat is natuurlijk onmogelijk. Maar ik denk dat het heel goed gelukt is in ons hospice om aangekleed is. We werken natuurlijk met een hele grote groep van 50 vrijwilligers. Dat zijn in principe geen professionals. Onprofessioneel, dat is natuurlijk niet waar. Ze zijn heel professioneel, maar niet echt vakmensen. En dat maakt al het gemoedelijke. Want dat zijn gewoon mensen. Bijna thuisgevoel. Juist. Want jullie zitten nu in de bron nog. Ja. En zijn bezig met een enorm project. Want straks komt het hospice in... aan de Johannes Vermeerstraat. Aan de Johannes Vermeerstraat te staan. En mede daarom, Marcel, kwam eigenlijk het initiatief om de Benefietavond te organiseren, toch? Ja, klopt. Ik begin van het jaar lag in het ziekenhuis. En Simone Berkhout, die werkt op de afdeling naast waar ik lag. Ik kom elke dag een bak koffie doen. En die zei op een gegeven moment van... Simone Berkhout is ook verbonden aan het hospice-bestuurslid. Ja. Ja. En die zei van, wil je niet een keer optreden voor de hospice? Dan had ik daar eigenlijk helemaal geen idee bij. Van, ja, hoe zie je dat? Ja, mensen die daar nog van de laatste dagen genieten, moet ik daar staan zingen. Aan het bed gaan staan gewoon. Ja, dat lijkt me niet zo'n geschikt iets. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje, ik lag er toch in. Nou, wat kunnen we eigenlijk doen? En toen zei ik direct om een benefietavond te organiseren. En dat neemt eigenlijk wel hele grote vorm aan nu. Ja, vertel. Nou ja, we zochten eerst natuurlijk een locatie. En daar hebben we Nico Kroenman van Cadans bereid gevonden om zijn locatie beschikbaar te stellen. En wij betalen alleen de inkoopprijs van de drank. Voor de rest doet hij alles belangeloos. Nou ja, dan ga je op een gegeven moment kijken wie gaan er optreden. Wie moet zo'n avond aankleden. Ja, ik ben zelf dan oprichter van de CB-band in Schagen. Die alleen met popweekend nog een heel groot feest heeft. Ja. En, maar die bestaat 17 man, dus allemaal benaderd. Nou, iedereen stond er voor open om daar aan mee te doen. Toen zijn we verder gaan kijken. Karin Bloemen hebben we bereid gevonden om op te komen treden. Belangeloos. Die kun je niet zomaar bellen, hè? Van Karin heb je 29 oktober nog een uurtje over. Nee, dat is volgens mij wat lastiger. Ja, Karin is ook beschermvrouw van de oncologieafdeling in Alkmaar. Daar is Simone leidinggevende. Zo was die link gelegd. En ze zit in ons comité van aanbeveling van het hospice, dus... Dan is het lijntje wat korter. Er was een lijntje. Er is een lijntje, ja. Dus nou, Gijs Staverman benaderd, die heeft toegezegd. Die gaat met Lonneke de duurpresentatie doen. Ja. Daar zijn we heel erg blij mee. Ik ruil je in. Ach. Ik zag wel een leuk grapje, maar jij niet. Ik schrik me in mijn lot. Hey, hoeveel kaarten zijn er al verkocht? Nou, we hebben er 1000 laten drukken. En we naderen nu al de 800 verkochte kaarten. Zo. Terwijl we nog 4 weken te gaan hebben. Ja, dus het gaat hartstikke goed. Het gaat heel erg goed. Ja. En we zitten te kijken, hoeveel kunnen er eigenlijk in? Er kunnen in principe 1700 man in. Maar we hebben een heel groot podium nodig. Dus we zeggen van, gaan we terug naar 1350. We hebben al 50 vrijwilligers. Ja, vanaf toiletjuffrouwen tot portiers. Iedereen doet belangeloos mee. Ja. Ja, muntverkoop, gewoon af van alles. Ja, glaasophalers, mensen achter de bar. Hey, en Marcel, ik kan me voorstellen, de hospice, dat is onherroepelijk verbonden met de dood. Ja. Dat mensen denken van, wordt het dan een hele verdrietige avond of wat moeten we verwachten? Nee, het wordt geen verdrietige avond, zeker weten we niet. Het wordt een leuke feestavond, waar wij hopen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de nieuwbouw van de hospice. En hoeveel hopen jullie dan uiteindelijk binnen te halen? Nou, in het begin dacht ik van, als we rond de 10.000 euro zitten, dan zitten we al vrij hoog. Maar ik durf het nu al te zeggen dat we naar de 30 gaan. Ja, want de eerste giften zijn al binnen. De gemeenteraad heeft in ieder geval één raadslid heeft gezegd 2900 euro. Ik hoop dat alle raadsleden meedoen, maar anders betaal ik het alleen. Mark Mousseau. Ja, Mark was een heel goed voorstel van hem vorige week. Ja, met dat soort bedragen gaat dat snel. Dan gaat het heel snel. En een kaartje is 15 euro. Ja, en als we de 1000 verkopen, dan zie je gewoon 15.000 euro. We hebben nog
verlotingen bij. Er zijn heel veel middenstanders die prijzen beschikbaar stellen voor de verloting. Nou, daar hebben we opbrengsten, we hebben de garderobe opbrengst. Aan de deur kost een kaartje 17,50. En we hebben natuurlijk de opbrengst van de drank. Ja. Alles bij elkaar, nou, je zegt net al, we hopen op misschien wel een 30.000 euro ja, wat er binnenkomt. Hoeveel, Annemieke, heeft hospice nog nodig? Hoeveel hebben jullie al in kas om die nieuwbouw aan de Johannes Vermeerstraat te realiseren? En hoeveel moet er nog bij? Nou, eigenlijk heeft een hospice nooit voldoende geld. Wij hebben nooit steen geambieerd, hospice Schagen. We zijn in het begin ook in gesprek geweest met de woningbouwvereniging. We wilden eigenlijk gewoon dat er voor ons gebouwd werd en dat we maatschappelijke huur zouden gaan betalen. Dat is uiteindelijk gelukkig ook gelukt. Er gaat voor ons gebouwd worden. Maar het concept is zo gemaakt dat er wordt een casco-pand voor ons neergezet. En alles wat een afschrijving heeft van om en nabij de 10 jaar. Hè, dus de keukens, de badkamers, de vloeren. Dat wil het hospice zelf financieren. En ja, daar hebben we wel heel veel geld voor nodig. En dat is dan natuurlijk alleen, niet alleen de keukens. Maar je moet natuurlijk aan heel veel dingen denken. En ja, daar hebben we wel een dikke ton voor nodig en misschien nog wel meer. Ik kijk heel eventjes stiekem naar onze voorzitter. Die zit met drie ton met zijn vingers. Ja. Dus ja, er is gewoon heel veel geld nodig. En dat is dan alleen nog maar het pand. En om jaarlijks rond te komen, want ik denk dat je daar ook wel nieuwsgierig naar bent. Want er zijn dan mensen die denken, ja, dan staat het en dan is het klaar. En dan, het is eigenlijk thuisverplaatste zorg. Dus de zorg die je normaal thuis krijgt als je ongeneeslijk ziek bent, dat wordt betaald uit de basisverzekering. Ja. Dus dat gaat eigenlijk gewoon met gesloten knip. En de mensen die bij ons komen te liggen, die vragen wij wel een eigen bijdrage. Omdat wij bed, bad en brood moeten betalen. Dat betaalt de stichting zelf. En wij komen, moeten elk jaar, wij krijgen ongeveer 60% uit WMO en VWS, zeg maar overheidssubsidies. En de andere 40% moeten wij dus echt zelf bij elkaar zien te krijgen, harken. Ja. He, dus dat is echt fondsenwerving. Want iemand die bij jullie onderdak vindt, die betaalt een eigen bijdrage van, ik meen, 35 euro per dag? Ja, klopt. En iedereen die basisverzekerd is, krijgt dus inderdaad die basiszorg. Die eigen bijdrage die wordt vergoed als je aanvullend verzekerd bent. En het ligt een beetje aan bij wie, maar de ene is 30 en de ander die zegt, nou, al kost het 50, dat vergoeden we. Dat is echt geen reden als iemand niet aanvullend verzekerd is om mensen niet op te nemen. Wij nemen iedereen op, ongeacht huidskleur, achtergrond, wat voor gezinten ook. Het hospice is voor iedereen. En mocht dat bedrag niet betaald kunnen worden, dan vinden we daar wel een andere oplossing voor. Dus. En daarvoor hebben jullie onder andere ook al die goede initiatieven nodig vanuit de samenleving om de kas van het hospice te spekken? Correct. Dat is gewoon nodig. Ja. Ja, absoluut. Want is er, nu hebben jullie 4 kamers? 5. En worden het er meer? Worden het groter? Nee, het worden er zeker niet meer. En dat heeft te maken met onder andere wet en regelgeving. Als je boven die, nou, je zou er 6 bedden, dat zou nog kunnen. Maar ga je daarboven, dan zit je weer met wet en regelgeving. Maar we zitten ook met onze verpleegkundige. We hebben nu 1 verpleegkundige op 5 cliënten, 5 gasten. En die is 24 uur, is er een verpleegkundige aanwezig? Ja, en daarnaast dan 2 vrijwilligers per dienst. En dat zullen er straks meer worden, want we hebben straks echt een huis te runnen. We hebben er moet gewassen worden, gestreken, gekookt, de ramen. Nou, het moet schoongemaakt worden, et cetera. Dus we gaan nog een groter beroep doen op vrijwilligers. Ik ben even de vraag kwijt. Maakt niet uit. Je had over de 5 gasten. Ja, nou, ik had dus het blijft bij 5. Ja. Ik had al een volgende vraag. En dat klinkt een beetje gek, maar ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Is het een groeimarkt? Is een hospice een instituut waar steeds vaker mensen een beroep op doen? Ja. Het is zeker groeiend. Ik geloof om en nabij de 12.000, 13.000 mensen op jaarbasis in Nederland weten ons te vinden. En het is echt in de lift. Dus voorheen was het zeg maar 60% wat thuis stierf. En de hospices die zien echt een toeloop. De markt is overigens wel verzadigd. Er zijn nu wel eigenlijk redelijk voldoende hospices. Maar komt dat dan ook omdat de zorg in Nederland zeg maar steeds minder wordt en dat het ziekenhuis denkt, wegwezen ermee? Nee, dat is dus juist niet zo. Wij hebben juist het idee dat mensen toch nog te lang in het ziekenhuis blijven. Dat palliatieve zorg is toch wel iets waar mensen compassie mee hebben. Dus ook artsen die vinden dat best wel lastig als een mevrouw al heel lang over de vloer komt, zeg maar, om dan te zeggen van ja, u moet hier nu weg.
Dus dat zou eigenlijk nog wel beter georganiseerd moeten worden. Want een ziekenhuis is om mensen beter te maken en eigenlijk niet een plaats om te sterven. Nee. Dat is heel vaak heel onpersoonlijk. En ja, dan is het of thuis als dat kan. Maar ja, helaas is dat maar voor 33% van de mensen weggelegd. En ja, de rest van de mensen sterft dus ja, elders. Ja. Ja. 29 oktober, grote benefietavond. Hopelijk heel veel geld voor Hospice Schagen. Ja. Kaarten zijn te koop via? Ja, verschillende punten. En Vivant in Mercado Centrum, ze mogen mij een mailtje sturen. Piet Pan in Schagen, Henk Bloemenbakker. En als we kaarten over hebben, dan ga ik gewoon reclameborden langs de weg zitten. Want ik heb geen vergunning. Ja, voorlopig mag het nog even. Voorlopig mag het nog even. Heel veel succes en dank jullie wel dat jullie waren. Ook graag gedaan. Dank jullie wel. En dan opeens staan daar 5 kindertjes op de stoep. Opletten. Opletten. Ja, Meindert. Pim, Meindert, Jesse, Tess en Noah, die komen uit het Waarland en die belden aan. Ding dong, wij willen vanavond optreden bij Wat Schagen Denkt. Nou, dat vonden wij zo leuk dat we zeiden, doe dat maar. Ze hebben zelf het nummer geschreven. Het nummer heet Kaas. En ze noemen zichzelf The Music Heroes. Een applaus. Luister goed naar mij. De koeien staan in de wei. Ze maken melk voor jou en mij. Dan gaat het naar de fabriek. Het kost geen enkele piek. Kaas is lekker. We eten het allemaal. Kaas is lekker. We eten het allemaal. Dan gaat het naar de Deen. Jij en ik gaan daarheen. Jong, belegen of oud. Het is maar net waar je van houdt. Kaas is lekker, we eten het allemaal. Kaas is lekker, we eten het allemaal. Kaas is lekker. Top, dank jullie wel. The Music Heroes was het, hè? Ja, toch? Ja, de Music Heroes, daar gaan we heel veel van horen nog. Ik ga alles niet aankondigen. Ja, dat is, nee, ding, dat is mijn favoriet. Maar, ja, maar die Music Heroes, mogen ze blijven zitten of gaan ze? Of, dat mag. Oh ja, dat is leuk. Heb je wat mensen die het wel leuk vinden wat je vertelt? Hij is er weer. Ik heb hem de hele zomer moeten missen. Mijn favoriete man van de week. Daar is hij. Dat is hij nou echt eindelijk. Hannes Knijn. Yo! Wat lampje brandt er. Welk lampje brandt er. Ja, wat leuk. Ja, geweldig. Een nieuwe start. En een nieuw seizoen van Wat Schagen Denkt op locatie. Het, kijk eens wat blijer, want het is toch feest, jongens en meiden. Wat leuk zo'n rondtrekkend gezelschap door de hele gemeente. En jullie hadden me niet blijer kunnen maken. Echt waar, Schagen-redactie, alle medewerkers van Schagen TV, om dit in het Waalen te doen, een thuiswedstrijd. Dankjewel. En nou hebben we afgesproken, dit seizoen zou ik niet alle onderwerpen doornemen. Ik zou er eigenlijk een beetje eentje uitpikken per uitzending. En ja, ik kan eigenlijk niet kiezen. Ik denk, ja, de Groene Wurft met Kees en zijn makkers, leuke mannen. Sam en Marijn over Malawi, belangrijk onderwerp. Annemiek en Marcel over dat benefiet, over die hospice, sfeeronderwerp. Maar daar kun je ook leuke dingen over vertellen. En als laatste, Music Heroes over kaas. En sluikreclame over Deen. Wie betaalt jullie daarvoor? Donders. Nee, weet je wat ik doe? Als een echte chauvinistische Waalander ga ik het hebben over, jawel, de ondernemersbeurs. Die is volgende week. Geweldig, zo'n beurs.
met enthousiaste ondernemers. En allemaal Walens ondernemers met Walens ondernemersbloed. En dan denk ik bij mezelf, leuk, maar eigenlijk ook weer niks nieuws. Want in 1960 hadden we ook allemaal van die ondernemers. Maar toen noemden wij dat middenstanders. Jawel, wij hadden hier in 1960 in het Waland, hadden wij, let op en tel mee. Wij hadden 4 kruideniers. We hadden de Vivo, de Centra, Klimop en de Spar. We hadden een slager, we hadden een manufacturenzaak, we hadden 2 benzinepompen, de Cel en de Kalpan. We hadden 3 fietsenmakers, 2 warme bakkers, een groenteboer, een melkboer, een kapper. En niet te vergeten de ambulante handel. Voor degenen die niet weten wat dat betekent, ambulant is, die komen aan de deur de waren verkopen. We hadden een petrolieboer, we hadden een man met potten en pannen, beter bekend als Jan Leen. We hadden een stinkelboer en we hadden een schoenenreparatieman. En onder het mom van koopt in den vreemde niet wat uw eigen middenstand u biedt, kocht destijds het hele Waland bij deuze mensen. Maar ja, luisteren deden we eigenlijk niet. Koopt in de vreemde niet, daar luisteren we er niet naar. Sonneveld, de manufacturenzaak. Jan Leen, de man, voor de Walanders wel bekend. Een man met een Volkswagenbus, met allemaal potten en pannen. Alles had hij bij zijn. En dat was een hele charmante man. Die kwam aan de deur en die man die werd miljonair van zijn charme en zijn goede spullen. Maar dat wilden we niet meer. Nee, we hebben het eigenlijk allemaal wegbezuinigd. We wilden eigenlijk niet meer. We wilden toen niet meer dat ze aan de deur kwamen. En nou bestellen we alles via internet. En dan moeten we soms nog wel wat porto bestellen. En nou hebben we het zo bezuinigd. En nou moeten we smeken in Den Haag als Walanders of ze alsjeblieft een supermarkt willen neerzetten in het Waland. En ik zie het al heel erg aan voor me dat Rutte met zijn kameraden in de haas wordt van, jongens, wat doen we in het Waland, wel of geen supermarkt? Kan je het je voorstellen? En kan je het je voorstellen dat we vandaag de dag een festival hebben en dan komt er een foodtruck? Joh, dat hadden wij in 1960 al. Een foodtruck. Toen kwam Bertus. Bertus Groot kwam langs de weg met groente en fruit. Met zijn foodtruck. En hij had ook al cutering, oftewel catering. En Bertus, die kwam op alle kermissen met zijn foodtruck. Niks nieuws. Dus ik wil besluiten door te zeggen, jongens, wees voorzichtig met hoe je je euro's besteedt. En stem ook wel af en toe op Schagen TV of Schagen FM. Of, want als je denkt van, och, dat zit mijn tijd wel uit, dan moet je straks over 5 jaar smeken van, mag we nog een regionale zender zoals Schagen TV? Dus pas op. Dat is een waarschuwing van Hannes. En ik besluit even met een kleine anekdote over diezelfde Bertus Groot met zijn voetdruk. Bertus stond destijds in Zuidenwind met de kermis. Het is net weest. En Bertus had eerst een voetdruk en het was eenvoudig. Hij had alleen patat. Hij had wat hardgekookte eieren in een glazen schaal. En Bertus had 2 glazen potten. De een met grote zure bommen en de aar met plakken leverworst in het zuur. En er kwam een Amsterdammer voor Bertus, voor zijn stand. En die Amsterdammer zei tegen Bertus, hey koopman, doe mij even een plak leverworst in het zuur. Bertus zei, dat ken. En Bertus, die stroopt zijn mouw op, hij doet de wekvlees open en gaat met zijn hand in die grote pot met leverworst in het zuur en haalt een plak van de bodem af. En die man die kijkt Bertus aan. Hij zegt, zeg koopman, dat is niet hygiënisch. Nee, zegt Bertus, dat klopt. Maar wel heel goed voor mijn eczeem. Tot de volgende keer. Tot Schagen TV. Oh,
onze vaste uitsmijter Hannes Knijn. Dit was Wat Schagen Denkt vanuit het dorpshuis in Waarland. Met dank aan het grote team van vrijwilligers van Schagen TV. En dank ook aan alle gasten en muzici en aan Hannes. De volgende editie nemen we op eind oktober en dan zitten we in de Klimop in Sint Maarten. Kaarten voor de uitzending zijn bij ons te bestellen op internet. watschagendenkt@schagenfm.nl. Ze kosten niets, kom gewoon langs. Ging hier ook vanzelf, zaal was zo vol. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende Wat Schagen Denkt. Dag.